Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag wil ik een tag gaan maken voor mijn Steampunk Junk Journal. Ik heb hiervoor een pocket gemaakt, iets waar ik in kan stoppen. Een tuxpot is het misschien ook wel. In ieder geval, dit vind je allemaal in die digikit die ik op Etsy heb staan. Maar ik wil hier een mooie tag voor maken wat ik hierin kan stoppen. En ik wil de Distress Oxide Inkt sprays gaan gebruiken. Voor mij een vrij nieuw product om mee te werken. Ik heb de Vintage Photo, de Cadred Twix en de Rusty Hinge bij me neergezet. Die wil ik gaan gebruiken. Ik heb ook nog gewone Distress Oxide inkten bij mij neergezet. En ik zie wel waar het schip gaat stranden. Ik wil in ieder geval een tag gaan maken die niet al te veel dikte heeft. Dus ik ga niet heel erg uitgebreid aan de slag. Maar het wordt in ieder geval een tag waar ik hierin kan gaan stoppen. Nou, ik ga even wat dingetjes klaarleggen. Het papier wat ik vandaag gebruikt heb, waar ik een tag van gesneden heb. Dat is dit papier van Paint On. Dit is papier, dit is de kraftkleur. Nu vind ik de kraftkleur niet echt super mooi kraftachtig. Voor mij is een kraftkleur veel mooier, dieper bruin. En dat is deze gewoon niet. Maar ik ga hem toch besprayen met inkt. Dus daar kan ik dit prima voor gebruiken. Maar ik heb dus een velletje hier uitgetrokken. Ik heb nog een extra velletje bij me naast gelegd. Jullie zullen straks zo wel zien waarom. Ik heb mijn spraydoos hier. Hier ga ik in sprayen. Ik heb mijn tag al op maat gesneden. 3,5 inch bij 7,5 inch. Ik heb de hoekjes weggeknipt. En ik heb een gaatje in het midden gemaakt. Dat heb ik gedaan ter voorbereiding. Ik heb even wat keukenpapier in mijn spraybox gelegd. Vind ik zelf altijd wat fijner. En ik ga nu gewoon lekker spelen met de sprayinkt. En ja, ik neem jullie gewoon mee in mijn zoektocht naar een mooie tag voor mijn Steampunk Journal. Nou, ik ga beginnen met sprayen. Ik heb toch even de Salvaast Patina erbij gepakt. Ik ga beginnen met deze twee kleuren om een soort van onderlaagje te sprayen. En als jij dit gebruikt, je moet dit heel goed schudden. Als je goed luistert, dan hoor je die balletjes ook die erin zitten. En die balletjes zorgen er gewoon voor dat deze inkt goed gemengd wordt. Dus je moet het echt goed gaan schudden. En vervolgens kun je ermee sprayen. Dus ik ga een soort van onderlaagje ervan maken. En als ik deze gesprayed heb, een beetje hiervan bijsprayen. Het mag allemaal een beetje mengen. Wordt het bruin? En dan wordt het bruin. In dit geval is het niet zo erg. Nou, ik heb wat eerste kleur aangebracht en ik ga nu dit laagje drogen. En dat doe ik met de heat tool. En als dit helemaal droog is, dan kom ik bij jullie terug. Gaan we een volgend laagje aanbrengen. En op deze manier gaan we laagjes opbouwen. Nou, vervolgens als dit laagje droog is en je ziet het wordt een beetje melkachtig die kleur. Dat is de oxide inkt natuurlijk. Als jij gewone Distress Oxide inkt doosjes hebt, die worden ook een beetje melkachtig als je dat gaat vermengen met water. Nou, die spray inkten hebben dat ook. Ze worden een beetje melkachtig, ze worden wat fluweelachtig. Maar met zo'n spray inkt krijg je gewoon een heel ander effect als dat je dat met inkt uit een doosje hebt. Je krijgt echt die, en ik zal kijken of ik het wat van dichterbij kan laten zien, je krijgt echt die spray stippeltjes erop. En dat krijg je bijna niet op die manier met jouw inkt. Nou, ik leg hem neer, ik leg hem een beetje aan de linkerkant. Waarom? Ik ga deze deze masstencil gebruiken. En zoals jullie kunnen zien is deze voor een slimline kaart eigenlijk bedoeld. Of een slimline pagina. Nou, mijn tag is ook een soort van slimline, denk ik dan. En ik kan deze dus prima gaan gebruiken. Hij past in mijn doosje.
Maar ja, ik moet hem even iets anders dus neerleggen, zodat ik hem goed kan gaan sprayen. Nou, ik ga gewoon kijken. Ik heb dus twee kleuren bruin. Elke keer als jij weer wil gaan spuiten met die inkt, moet je weer even schudden. Zodat ja, dat goedje weer goed geschud is, dat het goed gemengd is en dan kun je weer gaan sprayen. Nou, wat is nu de bedoeling? Ik ga hier met die bruine spray overheen. Dit mastencil, dat zorgt ervoor dat er straks nog wat van dat oranje en dat blauwe zichtbaar blijft. Dat komt er straks weer doorheen. Maar toch, de tekst zal wel een beetje bruiner worden. Dus die kleuren zijn dan straks niet zo veel meer. Nou, ik ga dat gewoon kijken. Hoe ga ik dat sprayen? Ik ga gewoon wat doen. En is het op het hoekje niet helemaal gesprayed? Helemaal niet erg. Dit hoeft ook niet. Super netjes. Nou, ik zei al, waarom heb ik nu dat andere vel klaargelegd? Wat wil ik nu gaan doen? Ik wil deze erop gaan leggen. Dus ik laat hem erop vallen. Ik pak even mijn keukenrol. En ik ga even voorzichtig rollen met mijn keukenrol. En wat doe je dan? Je maakt eigenlijk jouw mastencil een beetje schoon. Je hebt gelijk een mooi patroon gemaakt op jouw papier. Dit kan ik nogal weer gebruiken. Dus dit leg ik aan de kant. Kan mooi drogen. Ik pak mijn mastencil eraf. Die leg ik even aan de kant. Die spoel ik straks eventjes af onder de kraan. En ik ga dit even drogen. Nou, je ziet het even een beetje doorgelopen. Maar dat is juist mijn bedoeling. En dat komt omdat het papier een beetje, ja, een beetje krom stond. Dus het bobbelde een beetje. En dat is helemaal niet erg. Maar als jij dan gaat sprayen door dat mastencil heen, dan heb je gewoon kans dat het er een beetje onderdoor gaat lopen. Maar ik wilde juist dat er een beetje een subtiel patroontje hierop kwam. Want dit is weer een laagje wat ik erop heb gemaakt. En na dit laagje ga ik nog weer een ander laagje toepassen. Ik ga dit even goed drogen, kom ik weer bij jullie terug. Nou, ik heb inmiddels wat dingetjes klaargelegd die ik op die tag wil gaan verwerken. En ik wil toch nog wat inkt gaan aanbrengen. En over die spray inkt van de oxide kun jij ook gerust gewone oxide inkt gaan toevoegen. Dus ik ga wat inkt op mijn blending tool doen. En ik ga toch wat donkere inkt nog aanbrengen. Dat het nog wat bruiner gaat worden. Het is oxide inkt, dus ja, het blijft ook wel dat, ja, dat melkachtige, dat blijft gewoon. En dat is ook wel de oxide inkt, zeker als jij dat ja, gaat verwerken met water of ja, met die spray inkt. Dan blijft dat melkachtige, blijft gewoon. En ik vind dat wel, ja, ik vind dat wel heel mooi. Nou, ik wil die randjes wat aanzetten. Niet te veel. Ja, dat blauwe, dat oranje, dat moet er natuurlijk wel doorheen komen. Ik heb wat plaatjes. Dit is gewoon kopieerpapier waar ik dat op heb geprint. Dit komt allemaal uit die digikit. Ik ga er even de randjes wat van beinkten. Even voorzichtig, omdat het gewoon op dun papier is. Met dat steampunk zou je ook nog zwart kunnen gebruiken. Dus dat je bijvoorbeeld de black suit gaat gebruiken. Maar ja, ik heb hier die walnutsteen heb ik hier gewoon liggen. Dus die ga ik gebruiken. Nou, ik heb hier nog tags. Die zitten in die andere set die ook te koop is. In mijn Etsy store. Dan vind je twee van die digikits. In steampunk thema. Dit is een pocket. En ook deze is eigenlijk geprint op kopieerpapier. En dat is helemaal niet erg. Kun je prima gebruiken. Het is alleen wat dunner. Dus je zult er even een beetje voorzichtig mee moeten zijn. Maar die flapjes heb ik omgevouwen. En vervolgens die randjes even mooi beinkten. Dan is dat mooi allemaal afgewerkt. Nou, ik heb hier ook nog een tekst. Die vind je ook in die digikit. Dus op deze manier kun jij spelen met die digikit
En je maakt er gelijk iets heel anders van. En ja, ik ga dit toepassen in die journal. Maar natuurlijk kun je dit ook op elke journalpagina gaan toepassen straks. Even kijken, wat ga ik doen? Ik wil dit even. Oh, ik zal dit nog even laten zien. Dit was die andere afdruk wat ik had gemaakt. Ik heb er een beetje spray inkt overheen gedaan. Dit kan rustig even gaan drogen. En ik kan hier nog een tag weer van gaan maken. Heb ik gelijk weer een mooie tag die ik ook kan gaan toepassen. En het is gewoon een, ja, eigenlijk een restproduct. Ik heb hier mijn stencil mee schoongemaakt. En, maar dit gooi ik natuurlijk niet weg. Kan ik prima weer gebruiken. Maar ik laat het lekker even aan de lucht drogen. Hoef ik nu nog even niets mee te doen. Nou, ik ga het opbouwen. Ik wil even kijken hoe wil ik het hebben. Nou, ik wil wel straks dat... als die tags eruit zijn, dat deze onderste tag nog een beetje mooi is. Dus ik denk dat ik hem op deze manier zo ga doen. En ik wil daar straks nog een eyelet in gaan maken. En dan is die denk ik helemaal af. Dus ik ga gewoon de onderdelen even lijmen. Daar gebruik ik gewoon mijn niveau lijm voor. Ik leg straks mijn tag nog even een beetje onder druk weg. Dan trekt hij helemaal mooi rechts. Dus ik maak die pocket hierop. Nou, ik wil deze er ook even oplijmen. Nou, ik gebruik daar gewoon mijn Nuvo lijm even snel voor. Je zou ook een lijmstift kunnen gebruiken. Ook dat werkt prima. Maar ik weet gewoon, mijn Nuvo lijm ja, die laat ook geen ja, restjes achter. Mits jij de lijm maar dun genoeg aanbrengt. Ga jij heel veel lijm aanbrengen, ja, dan gaat deze lijm ook bobbelen. Maar dat doet eigenlijk elke lijm. En ik hoor wel eens van mensen die zeggen, ja, ik heb lijm en dat bobbelt zo erg. Nou, vaak ligt dat niet aan de lijm, maar dat ligt toch echt aan jezelf, dat jij gewoon te veel lijm gebruikt. Nou, deze ook nog even opmaken. Kunnen deze erin. Ga ik die even andersom doen. Het lijkt iets mooier. En dan heb ik eigenlijk mijn tag al bijna af. Ik ga dus hier nog even een eyelet in doen. En dan kan die in die journal. En dan heb ik gewoon best snel een hele leuke tag gemaakt. Ik heb de oxide, de Distress Oxide Spray inkten gebruikt. Ik heb de gewone Distress Oxide inkten gebruikt. En ik ben heerlijk bezig geweest. En ik heb met mijn handen in de inkt gezeten. Ik ben weer ontspannen. En op deze manier heb ik al vrij snel weer iets leuks gemaakt voor in mijn Steampunk Journal. Heb je nog vragen? Stel ze mij gewoon. Heb je opmerkingen? Zet ze er natuurlijk ook in. Ik vind het geweldig om allemaal te lezen. Dank je wel alvast daarvoor. En dan zie ik jullie terug bij een volgende video. Waar het dan ook over gaat. We zien het vanzelf. Voor nu in ieder geval. Dank je wel voor het kijken. En graag tot snel. Doeg!